Er is geen man die zo zijn vinger op de pijnpunten van het tram- en busnetwerk kan leggen als onze man uit Berchem. Is dat netwerk wel toegankelijk voor iedereen, is de vraag. En daarover vertelt Jeff van Staaien. Maar we moeten even overschakelen naar Jeff. Goedenavond. De voorstelling van mijn persoon was een beetje overdreven. Maar ik ga toch voort met deze presentatie. Deze presentatie waarbij de toegankelijkheid van het openbaar vervoer is in feite een spin-off van onze werkgroep Corridor Herendaalse Baan met Sabine Bartelen, die we straks ook nog gaan horen, de watvrouw, en Walter Wegge uit Borsbeek van de werkgroep Bora, die zich bezighoudt met toegankelijkheid voor personen met een handicap. Walter heeft die rit van ons project niet uitgezeten, maar wel sterk geïnspireerd. We interesseren ons hiervoor toegankelijkheid voor mensen die minder mobiel zijn. En dan is het belangrijk te weten dat we allemaal bij tijd en wijle minder mobiel zijn. Als we bijvoorbeeld een contrabas willen vervoeren, of wat banaler, een reiskoffer, een boodschappentas of een ongelukje hebben gehad. En andere mensen zijn dat blijvend in feite, of voor langere tijd. En dan moeten we ook beseffen dat er verschillende vormen van beperkte mobiliteit bestaan. Dat kan fysiek zijn, maar dat kan ook zijn dat men slechtziend is, dat men zich moeilijk kan oriënteren en dergelijke. Als we dan inderdaad over die toegankelijkheid spreken, dan is er in feite een vraag van... In feite, toegankelijkheid gaan we hier vooral naar trams kijken, iets minder naar bussen. Vooral met de aandacht voor de perrons. Waarbij we niet mogen vergeten dat er ook een deel is voor het perron. Het voetpad, het trottoir, de wegen is en dergelijke, die niet altijd aangepast is. En de tweede ook het rijdend materieel. Bart heeft het er net ook over gesproken. U ziet hier een PCC-tram, zoals er in Antwerpen op diverse lijnen nog heel veel rijden. Trams die dateren, het model dateert van 1935, werd vanaf de jaren 50 ook in België gebouwd en werd in 1960 in Antwerpen ingevoerd. Men kan dus inderdaad beter dergelijke trams hebben. Deze hier is een Albatros, de andere modellen zijn de Hermelijn. En inderdaad van het voordeel hebben dat ze goed kunnen aansluiten aan het perron, een verhoogd perron, zodat nu dat makkelijk toegankelijkheid is op het goede niveau en breed en ook met plaats binnen in de tram. Dat vereist dan ook aangepaste tramhaltes, tramperrons, zoals hier halte van Riel in Deurne. We zien een breed perron, we zien bijzondere tegels, we zien dat er een helling, een toegangshelling is, en die toegangshelling bestaat bij deze halte aan weerszijden. En er is ook een zebrapad om dat perron op een correcte manier, op een veilige manier te kunnen bereiken. En op dat perron staat ook enige wachtfaciliteit en informatie. Moet gezegd dat de kwaliteitsstandaard in onze stad Antwerpen, in ons land, voor dergelijke dingen behoorlijk laag is, ten opzichte van wat er in andere landen voor tramperrons wordt voorzien. Hoe dan ook, het is toch wel belangrijk dat er iets is. Maar dat hebben we niet altijd. Ja, gewoon om de eenvoudige reden dat de tram in een aantal gevallen gewoon op de rijweg rijdt en dat er in feite geen echt perron bestaat. Hier ziet u de kruislijn in Borgerhout en in Deurne. Deze tram stopt gewoon op de straat. De mensen stappen af van het voetpad, klimmen in de tram. En bovendien hebben we bij deze situatie, u ziet dat de deur van die tram open staat, dat is dus een halterende tram. Het zijn vaak die perrons die vrij zijn, zal ik zeggen, om op en af te stappen, veel korter dan de tramstellen zelf. En dus komt men als op- of afstappende reiziger, wordt men geconfronteerd met geparkeerde auto's, soms geparkeerde fietsen en dergelijke, waarbij men soms moet wachten tot de tram verder rijdt, eer men uit zijn plaats verder kan. Andere problemen die men kan tegenkomen is, kijk, dit is een verhoogde tramhalte op de
Gids Schotelain hier in Borgerhout. Dit is een goed voorbeeld van een verhoogde tram. Het probleem dat men kan hebben is in verband met de toegangshellingen. Dit perron heeft slechts één toegangshelling. Dat is een situatie die vaak voorkomt. Dat betekent dus, al wanneer men die helling nodig heeft, dat men in feite een omweg moet maken naar de andere zijde van dat perron. Trams worden langer, perrons worden langer, omwegen worden ook langer. En als men dan het voordeel heeft dat men dan toch op dat perron kan komen, kan men ook nog andere obstakels tegenkomen. Bijvoorbeeld het wachthok, zal ik zeggen, dat de toegang bemoeilijkt. Of zelfs hier in dit voorbeeld op de halte Jozef Verboven in Deurne in feite volledig onmogelijk maakt. Dit is een halterende tram ook. U ziet het aan de spiegels die zijn uitgeklapt. Indien u van deze tram afstapt op dat perron, zelfs als de tram doorrijdt, dan zal u vaststellen dat u problemen heeft om voorbij dat wachthok te komen. Of andersom, dat u problemen heeft om dat te bereiken. Men kan ook als problematiek hebben dat de trammalte, dat het perron behoorlijk lang is. Dit is Ruggeveld op de Herentalsebaan. Nee, niet Ruggeveld. Muggenberg op de Herentalsebaan. Dat is een tramhalte waar verschillende tramlijnen 8 en 24 stoppen en ook nog meerdere buslijnen. Dat is een perron van 100 meter lang. Dit perron heeft het voordeel dat er toegangshellingen aan beide zijden zijn. Dat is wel nodig, want het duurt toch wel ongeveer 1 minuut om van de ene kant naar de andere kant van dat perron te gaan. Waarbij dan men dan vaststelt, op het volgende beeld, dat een van de zebrapaden die het moest mogelijk maken van op een correcte en veilige manier van dat perron op het voetpad te geraken en vice versa, dat dat zebrapad werd geschrapt. Dat is nog een situatie die kan bestaan. Gids Schotelain in Berchem, moeilijke toegang. Ik ga er snel over. Dit is de Herentalsebaan in Deurne ook. Een plaats waar in feite een toegangshelling had kunnen bestaan en waar in feite een trapje wordt gemaakt. Dus ook een behoorlijk omweg die voor sommige mensen daar nodig is. Men kan ook verschillende soorten andere obstakels hebben. De obstakels die we zagen waren permanente obstakels. Er zijn ook tijdelijke obstakels en tijdelijke obstakels die vaak terugkomen. Men kan bijvoorbeeld een bouwwerf hebben. Linksboven ziet u de Jan van Rijswijklaan. Dat was tram 2, er waren wegenwerken. En omdat de rijweg goed vrij zou blijven, werden de obstakels op het tramperron gezet, dat in feite niet anders bruikbaar was dan over de sporen te lopen. Men kan ook, zoals de Groenendalaan in Merksen, rechtsboven, hebben dat er wat werfmateriaal blijft, inclusief op het pad dat gemaakt is voor slechtzienden. Men kan ook huisvuil hebben dat ligt op een perron of een fiets die hinderlijk gestald staat. Of men kan, zoals het volgende beeld op de Herentalsebaan in Deurne, een beetje alles bij elkaar hebben dat de toegang tot het perron moeilijk maakt. En dan zijn er ook nog een aantal situaties, en dit is toch wel een heel sterke, zal ik zeggen, dat is de terminus Silsburg van de lijn 24 en 4. In Deurne. Ik laat de fietsers ook even genieten van het plaatje in verband met het fietspad, hoe dat eruit ziet. Maar het is in feite een plek die heel moeilijk leesbaar is. Zelfs voor iemand die goed te voet is, wiens ogen op 1,50 meter, 1,60 meter staan en die zijn hoofd makkelijk in alle richtingen kan draaien en zich goed kan oriënteren, is dat een behoorlijk moeilijke plaats om in feite in veiligheid en comfortabel over te steken. Dus voor iedereen die een beetje trager is, die wat moeilijker ziet, moeilijker ruimtelijk kan begrijpen hoe een zitten in elkaar zit, is dit een heel moeilijke zitten. Er zijn er zo nog wel een aantal andere, we gaan ze even zien aan Berchem Station, waar dat ook staat. Dan gaan we ook naar een ander probleem dat toch wel bestaat, is de informatie. De informatie is toch wel erg beperkt, als ze al bestaat. En de standaards die worden gebruikt voor de grootte van de lettertypen en dergelijke zijn niet altijd erg performant voor mensen die minder goed zien.
Dit is dan een plaatje met de metro. Want als u de metro neemt in de rand van Antwerpen, de tram neemt in de rand van Antwerpen, kan het ook zijn dat u dat doet om naar Antwerpen te gaan. En daar, laat ons zeggen, in het centrum van de stad wil uitstappen. De groene vierkantjes, dat zijn er 6. Dat zijn de premetrostations met liften. De rode vierkantjes zijn er momenteel ook 6. Dat zijn de metrostations zonder liften. Nu zal dat rode vierkantje van GroenPlaats in de toekomst verbeteren, maar er bestaat geen enkel project, geen enkele programmatie om die andere rode metrostations tot groene metrostations om te vormen. Dus dat moet u weten, indien u mobiliteitsproblemen heeft, dan bestaan die rode metrostations gewoon voor u niet. Volgende plaatje, daar heb ik gewoon enkele staptijden opgenoteerd. Die zijn gechronometreerd. Dat zijn geen overstaptijden met inbegrip van het wachten op de tram of het wachten op de bus. Dat zijn de staptijden wanneer je op een correcte manier, aan een correcte snelheid en met respect voor de verkeersregels van de ene tramhalte naar de andere tramhalte stapt op hetzelfde kruispunt. Of wanneer je bijvoorbeeld vanop het voetpad afdaalt tot aan het metroperron. Dat zijn voor staptijden voor mensen die goed kunnen stappen. Mag je weten dat voor mensen die mobiliteitsproblemen hebben, moeilijk stappen, dat je die tijden makkelijk met 2 mag vermenigvuldigen. Dat betekent, om het even te vergelijken, dat wanneer er geen files zijn op de ring, een automobilist sneller rijdt van de spaghettiknoop tot aan Schijnpoort, dan een voetganger die wat moeilijk te been is, van het voetpad tot aan het tramperron kan gaan in het premetrostation. Dat lijkt me ook een belangrijke problematiek ten opzichte van het gebruik van dergelijke installaties ook. En dan sluiten we hier af met het station van Bergen, dat ook een belangrijke overstaphalte is tussen meerdere buslijnen en tramlijnen. Ik neem aan dat vele mensen van u dat ook kennen, ook als voetganger of als fietser en dergelijke. Er bestaan er nogal wat problematieken. Dit is de kant van de tramperrons, die behoorlijk smal zijn ten opzichte van de talrijke reizigers. En hier toegang geven, in feite direct op het fietspad dat ook als voetpad dient. Dat is dus behoorlijk moeilijk. De andere kant, richting Guldenvliesstraat, bestaan er inderdaad wel hellingen. Daarmee staat men dan onmiddellijk in feite op de rijweg. En wanneer vandaar de bushalte zoekt, komt men voor dergelijke situatie. De bussen stoppen daar op heel diverse plaatsen rond het station. Die bussen maken daar voor de voetganger heel verrassende bewegingen. Van een tram weet je waar die rijdt, er liggen sporen, die rijdt op die sporen. Bij een bus is dat nooit het geval. Dat kan je in feite als voetganger begrijp je niet hoe dat die bussen rijden. Dus wanneer je voor dergelijke situaties staat en je zoekt je bushalte, je wil weten op welke manier je naar die bushalte moet gaan, en je hoopt dan dat er geen boordsteen ligt voor die plaats waar we moeten, dan begrijpt u dat dat toch wel een heel moeilijke situatie is die daar bestaat, zowel voor gewone voetgangers, gewone tramreizigers, busreizigers, als in het bijzonder voor degenen met mobiliteitsproblemen. Kijk, en wat zegt dan de minister, of dat was dan de vorige minister, kan ik dan toch ook nog even aanhalen in verband met die premetrostations. Die heeft inderdaad nog eens gezegd, de vorige minister, dat er geen programmatie bestaat. Belangrijk ook, de vervoerregio. De vervoerregio zegt in haar document voor 2030, de mobiliteitsknopen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook de minst mobiele gebruiker. Dat is belangrijk. Maar als we dan gaan kijken bij de hefboomprojecten, die in datzelfde document staan, dan staat er in feite niets daarover. Er is geen hefboomproject voor toegankelijkheid. We begrijpen daaruit dat wanneer er nieuwe dingen worden gemaakt, dat die inderdaad goed toegankelijk zullen zijn, dat mogen we hopen. Maar dat er in feite geen initiatieven worden voorgesteld om al het bestaande, en er is nogal wat te doen, om al dat bestaande wel toegankelijk te maken. En dit is toch wel belangrijk voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. Ten eerste omdat iedereen voldoende autonomie zou hebben.
dat iedereen heel de dag aan het maatschappelijk leven zou kunnen deelnemen. Dat is belangrijk voor het bestrijden van vervoersarmoede en dat is ook kostenbesparend voor het individu en voor de samenleving die minder specifieke, bijzondere oplossingen moet bieden. Dat is iets, u heeft het gezien. Het belangrijk is dat aanpassing van het rollend materieel, van het rijdend materieel gebeurt, dat er liften komen, dat er zorgvuldig ontwerp wordt gedaan en opvolging ervan, maar in feite ook dat we allemaal, u heeft het op een aantal van de foto's gezien, er alle dagen rekening mee houden. En dat in feite ook geen obstakels plaatsen daarop. Dus belangrijk, een plan van aanpak voor toegankelijkheid dat al die velden overschouwt en waar wij ook als burgers aan deelnemen. Dank u.